Ik heb het zo ijs en ijskoud. Het is vrijdag vandaag en het is al 5 uur. Ik ben heel de dag op kantoor bij Jarno geweest. Dat is de vriend van Maria, want daar ga ik dus werken. Maar ik ben nu nog bezig met allemaal cursussen volgen, want ik ga daar social media doen voor bedrijven. Dus daar ben ik heel de dag geweest, dus daar heb ik niet echt kunnen filmen. Maar oh, ik heb het zo koud. Ik was mijn handschoenen vergeten op de scooter. Maar goed, ik ga dus vanavond uit eten, maar wel pas om 8:30. Dus ik ga even lekker mijn make-up eraf halen, zodat ik zo meteen even lekker warm kan douchen en mijn make-up even lekker opnieuw kan doen. Samen met Stan uit eten en nog 2 anderen bij Tatsu in Leidschendam. Het is dus heel erg lekker sushi restaurant. Oh, je kan eten, dus we kunnen onszelf lekker helemaal vol vreten vanavond. Oh, even mijn make-up eraf halen. Dan ga ik eerst even lekker opwarmen. En dan ga ik zo meteen even lekker douchen. En me opnieuw klaarmaken. Maar ik moet echt even bijkomen van die kou. Ik heb even lekker warm gedoucht. Ik had het zo koud. Ik heb nog steeds wel een beetje koud. Maar ik ga even mijn make-up doen. Ik heb mijn skincare al gedaan. Ik heb onder mijn badjas ook even het shirtje wat ik aantrek. Dus zo'n longsleeve van Skims. En doe ik er een bruine blazer denk ik overheen. Maar ik dacht, als ik die zo meteen nog over mijn gezicht moet gaan aantrekken. Als ik mijn make-up al heb gedaan, dan wordt hij natuurlijk helemaal vies. En ondertussen zit ik open kaart van Monica, Geus en Robert Rodeburg te kijken. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is bijna afgelopen, maar heel erg leuk gesprek vind ik dat. Ik vind het jammer dat ik vandaag niet zo heel veel heb kunnen filmen. Maar ik was natuurlijk, zoals ik vertelde, op kantoor bij Jarno. En wat hij dus precies doet, hij heeft dus een eigen bedrijf. Waarin hij dus websites bouwt en marketing doet voor bedrijven. En ik vond dat gewoon echt super interessant. Eigenlijk wat hij allemaal deed en ja, hoe hij dat allemaal doet. Want ik ken hem dus, want hij is dus de vriend van Maria. Maria is vriendin van ons. Dus ik had hem toen gewoon geëffen van, goh, mag ik een keer bij jou langskomen om te kijken wat jij nou eigenlijk allemaal doet. Want ik vond het gewoon heel erg interessant. En eigenlijk daaruit is een beetje een soort baan gerold. Wat helemaal niet van beide een intentie was of zo. Maar dat kwam gewoon toevallig zo ter plaatse op zijn plek. Ik weet even niet hoe je dat zegt. Hij wilde heel graag binnen zijn bedrijf social media beheer aanbieden. Maar dat deed hij dus nog niet. En mij leek dat juist het leukste gedeelte. Dus ja, ik krijg nu allemaal cursussen voor Photoshop, InDesign, Illustrator. De hele micmac. En dan vanaf januari gaan we echt aan de slag met bedrijven, zeg maar. Nu is het gewoon vooral heel veel oefenen en leren. En kijken hoe alles precies in zijn werk gaat. En dan vanaf januari, dus eigenlijk is de maand december gewoon nog heel veel oefenen en kijken. En vanaf januari gaan we dan ook echt ja, het social media beheren voor bedrijven. En dat ga ik dus doen. En dat vind ik echt super leuk. Voor de mensen die mij langer volgen, die weten dat ik bij Alex heb gewerkt. Alex de Lepel in Den Haag. Daar was ik store manager en eigenlijk ging ik dat doen omdat ik gewoon naast YouTube en Instagram gewoon best wel veel tijd over had. En ik wilde iets met die tijd. Maar ik wist gewoon nog niet zo goed wat. En toen kwam er dus een factuur online voor Alex. En toen ben ik daar dus gaan werken. Alleen ik merkte gewoon dat ik ook daar niet mijn voldoening eruit hield na een dag werken. En ja, in een kledingwinkel werken is heel erg leuk. Alleen dat was niet iets wat ik voor de rest van mijn leven wilde blijven doen. Dus toen heb ik daar ontslag genomen. En toen kwam dit eigenlijk een beetje soort van op mijn pad. En dit is wel echt iets wat ik mezelf voor een hele lange tijd en ook in de toekomst zie doen. En ook gewoon echt oprecht heel erg leuk vind. En het sluit natuurlijk ook best wel aan bij wat ik nu doe. Ik heb echt een spookje op beeld. Maar in het echt valt dat wel mee. Maar goed, daar kom ik dus niet zo heel erg voor filmen. Maar ik heb dus ondertussen al mijn Black Friday aankopen binnen. Het is echt best wel veel. Dus ik dacht misschien is dat leuk om aan deze vlog toe te voegen. Ik ga even kijken of ik daar zo meteen tijd voor heb. Om dat nog te laten zien. En anders laat ik dat morgen zien, maar doe ik dat wel in de vlog van vandaag erbij. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Misschien is sowieso morgen wel beter, want dan heb ik natuurlijk weer gewoon daglicht. Maar goed, ik ga eventjes mijn make-up afmaken. Mag mijn nek ook wel even meenemen, zo te zien. Even mijn make-up afmaken en dan ga ik zo meteen naar Stan toe rijden.
En dan vanaf daar gaan we met de auto naar Tatsu. Ik heb nu dit aan. Deze bruine blazer van Alex. Met dus dat shirtje eronder. Gewoon een spijkerbroek en dan mijn UX eronder. Maar ik weet het niet. Ik voel dit shirtje even niet helemaal vandaag. Op camera vind ik het dan wel leuk op zich. Maar als ik dan zo in de spiegel kijk. Ik denk dat ik eventjes een ander bodytje eronder ga doen. Ik heb deze ook nog van Skims. Maar dan in het beetje donker grijs tot het zwarte aan. Ik denk dat ik die aantrek. Dat ik dat leuker vind. Oh, ik vind het lastig. Ik weet het even niet. Oké, ik denk dat toch dit het wordt. Ik weet niet. Ik voel me daar gewoon iets chiller in. Dit is ook een body die anders een longsleeve. Ik weet niet. Maar in ieder geval, deze is ook van Skims. En deze oorbelletjes heb ik dus ooit een keertje via Instagram ergens gekocht. Ik zou echt niet meer weten waarvan het is. En dan doe ik denk ik een tas erbij van Polena. Maar even kijken, want ik heb er twee. Ik wil even neerzetten. Ik heb dus deze. Met dezelfde kleur als dat shirtje. Of ik heb deze. Nee, ik denk dat ik deze blauwe doe. Die heb ik ook nog nooit gedragen. Ik denk dat ik deze erbij ga doen. Dat dat wel kan, denk ik. Hoop ik. En zo niet, dan toch. We hebben pas om 8:30 gereserveerd. Dus best wel laat. Maar je had alleen nog maar of 6:15 of 8:30. Maar ik ga zo meteen wel vast naar Stam toe rijden. Ik ga wel even wat korter maken, want ik ga ik mijn ziel terug. Zo vind ik hem op zich ook wel leuk. Ja, ik denk dat ik hem zo doe. Oké. Ik ga mijn camera denk ik niet meenemen, want ik ben met allemaal mensen die nog nooit op de vlog zijn geweest. Dus dat ga ik nu ook niet opeens doen. Maar jullie zien mij morgen weer, want ik blijf ook vanavond best wel slapen. En zal ik morgen eventjes mijn Black Friday aankopen en jullie laten zien. Dat is misschien nog wel een leuk extraatje. Let eventjes niet op mijn rode gezicht, maar ik ben net eventjes onder de zonnebank geweest. Gisteren zijn we lekker uit eten geweest, lekker gegeten. En ik had natuurlijk nog beloofd aan jullie om eventjes mijn Black Friday aankopen te laten zien in deze vlog. Omdat die natuurlijk wat korter was. En ik heb best wel wat dingetjes gekocht met Black Friday. Dus ik ga gewoon beginnen. Allereerst had ik een bikini bij Baju besteld. En ik zag dit topje. En toen dacht ik al van, oké, deze moet ik hebben. Deze vind ik echt geweldig. En dat is deze groene triangle bikini. Maar kijk even hoe leuk dit is. Er staat hier dus van dat metaal staat er Baju. En ze hadden hem dus ook nog in het oranje. Ik had hem in beide kleuren besteld. Om te kijken welke ik leuker vond. Maar ik ben uiteindelijk toch voor de groene gegaan. Een beetje, ja, appeltjes groen of zo. En het broekje die erbij zit is echt heel klein. Dus ik heb heel lang getwijfeld of ik überhaupt deze bikini wilde houden. Omdat dat broekje dus zo klein was. Maar ik dacht, ja, ik vind het zo'n leuke bikini. Dus ik hou hem gewoon. Dit is het broekje van de voorkant. Die is oké. Maar aan de achterkant is die echt heel erg klein. Je moet er wel van houden. Ik hou daar niet heel erg van. Maar ik dacht, als ik met die meiden op vakantie of zo ben, of met Stan met z'n tweeën, vind ik dat op zich wel net aan kunnen. En hier zit dus ook weer zo'n metaal dingetje op. En het broekje heb ik in een XS en de top heb ik in S. Dan hadden ze bij de Zara ook Black Friday korting. Dus daar had ik ook wat besteld. Ik had namelijk al best wel een tijdje een jas op mijn wishlist daar staan. In mijn verlanglijstje op de site. Maar hij was volgens mij €80. En ik vond hem wel leuk. Maar ik dacht, ja, €80 voor een jas. Ik heb al zoveel jassen. Maar nu deed hij toevallig mee aan de Black Friday korting. Ik heb hem besteld. Ik had hem ook bij Kay Sutherland gezien. Teddy jas. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het is wel een combinatiemaat volgens mij. Ja, een met XSS. Ik vond hem gewoon heel erg leuk. Ik moet hem nog eventjes passen. Want ik heb hem dus vanmorgen kunnen ophalen in de stad. Maar ik vond dit wel heel erg leuk. En zo'n soort korte teddyjas had ik ook nog niet. Dus helemaal blij mee. Dan had ik ook bij de Mango een topje besteld. En dit is echt heel zomers. Maar ja, ik vond het wel leuk. Het is een iets schattiger topje. Iets wat ik normaal misschien niet zo heel snel zou dragen. Maar ik vond het zo leuk voor de zomer. Met een kort shortje en een cowboylaars of zo eronder. Dat is dit blouseje. Beetje in een soort bruin taupekleurtje. Van die roesjes. En ja, ik vond dit helemaal leuk. Ik heb deze in een maatje XS. Volgens mij was die nu in de sale iets van €18 of zo.
Weet je, ik vond het wel een leuk dingetje voor uit eten of vakantie of wat dan ook. Dan heb ik een pakketje van de Culture Club. Ik weet niet goed hoe ik het uitspreek, maar het is een merkje dat ik helemaal heb ontdekt. Ik vind het zo leuk. Ze hadden er ook echt een heel erg leuk pak met een trui en een broek. Maar bij elkaar was dat alsnog iets van bijna 200 euro. Dus toen dacht ik, ga ik dat echt heel veel dragen? Dat wist ik niet. Maar ik zag wel een ander heel erg leuk setje die ik graag wilde hebben. En dit is echt niet meer zo heel duur nu. Ik weet niet of ze de oude prijzen er ook op hebben gezet. Maar volgens mij was het echt bijna iets van, nu heb ik voor dit totaal bij elkaar $62 betaald. En normaal was volgens mij alleen die trui al $60. Dus ja, sweater met een shortje. En ik zag dit dus op een model in combinatie. Ik vond het zo leuk. Ook weer niet helemaal voor de tijd van nu. Maar goed, of nou, die trui op zich wel. En dat is allereerst deze sweater. Hij is wit met groene letters. En dan staat er op resort en sport. Wel een lekker truitje. En hij heeft dus ook een beetje zo'n soort turtlenekje. Wat ik altijd heel erg leuk vind. En deze heb ik dus in een maatje 4. Het is dus een Engelse of Amerikaanse, ik weet niet zo goed, website. Maar ik heb dus een maat 4 genomen. Omdat volgens mij valt het merk best wel groot. En zo te zien is dat ook zo. Dus ik hoop dat het shortje past. Maar dat model had die trui dus gecombineerd met dit shortje. En eigenlijk hoorde hier ook nog een blouse bij. Maar dat vond ik niet zo heel erg leuk met elkaar. Maar ik vond dit shortje wel echt heel erg leuk. En dat is deze groene. En dan heeft hij hierboven zo'n band zitten met hun logo. Ik zag dit helemaal voor me. Leuk in de zomer straks. Of dat shortje gewoon met een zwart bikinietje of zo. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. En dit shortje heb ik ook in een maat 4. Helemaal voor me leuk. Voor een vliegen outfitje. Ik heb nog geen vliegreis of iets gepland helaas. Maar goed. Wel een leuk outfit in ieder geval ervoor. En dan heb ik echt een hele grote bestelling geplaatst bij Gymshark. Het is echt een beetje veel. En eigenlijk wilde ik niet alles houden. Maar dat ga ik toch wel doen. Ik heb drie dingetjes uitgepakt. Ik ga het eventjes als eerste laten zien. Allereerst deze zwarte sport BH. En ik kom echt een beetje sport BH's tekort. Dus ik heb deze eventjes besteld. En deze is wel echt heel erg mooi. Er zitten ook van die voorgevormde cups in. Dus hier ben ik heel blij mee. Deze heb ik in een maatje XS. Dan heb ik een nieuwe sportlegging in deze kleur. En deze was echt ziek afgeprijsd. Deze was volgens mij echt nog maar €16. Normaal zijn ze 55. Dit is de Vital Seamless 2.0 legging in een XS. In de kleur Vanilla Brown Marmor. Geen idee. Maar dat is dit kleurtje. Die vond ik echt heel erg mooi. En ik ben echt zwaar geïnfluenced door Noortje Jonkers. Want zij sport heel veel. Sport influencer. En ik ging dus op haar Insta kijken wat er een beetje leuke setjes waren. En echt zo goed als elk setje wat ik heb besteld heb ik bij haar gezien. Dus ja, ik heb ook haar kortingscode gebruikt. Dus dat scheelde. Maar deze legging dus als eerste. Nou, even beginnen met alle leggings. Dan heb ik nog een sport legging. En dat is in deze rode kleur. Zij zei dus ook Noortje dat ze deze leggings van dit merk of van deze lijn zeg maar heel fijn vond. Er zit even geen kaartje in. Maar volgens mij was dit de Adapt Fleck collectie zoiets. Dus die heb ik besteld in een beetje een bordeaux rood kleurtje. Normaal zou ik deze kleur niet heel snel bestellen of dit printje. Maar deze was volgens mij echt letterlijk €12 of zo. Echt in ieder geval heel goedkoop onder de €16. Dus ik dacht ja, het is wel gewoon handig om een extra sportlekkentje ook nog erbij te hebben. Of nou ja, extra. Ik heb er echt heel veel besteld. Dus eigenlijk was het niet nodig geweest, maar goed. Dan heb ik hier volgens mij nog een sportlegging. Ja, maar dit is dus een beetje dom. Want ik heb deze sportlegging dus al. Ik dacht dat dit een andere kleur was. Maar ik heb hem gewoon nog een keer besteld. Maar het maakt op zich niet uit, want die andere heb ik al best wel lang. Dus ik hou deze gewoon als reserve. En dat is ook weer die Vital Seamless sportlegging. En dit is in de brown marble. Oké, ik weet niet wanneer mijn camera uitviel. Maar ik was geëindigd met deze sportlegging. En dat ik die dus eigenlijk per ongeluk al heb. Maar ik had die dus in mijn winkelmandje gedaan. Omdat ik een vestje, zo'n zip hoodie of zip jacket in die kleur wilde. Ik dacht, oh leuk, dan heb ik een setje. En dat is dus deze. Ik vind het echt zo'n mooi kleurtje, dat bruine. Echt heel erg mooi. En ik heb deze al een keer aangehad met sporten. Zit heel lekker. Je kan ook lekker je vingers zo door die mouwtjes heen doen. Dus hier ben ik ook echt heel blij mee. Die heb ik ook in een maatje
XS. Even kijken wat ik nog meer heb. Dan heb ik nog zo'n vestje. Maar in een ander kleurtje. En deze had ik dus ook bij Noortje gezien. En die vond ik ook echt zo mooi. En dat is deze beetje rossige kleur. Echt zo mooi stond hij bij haar. Ik hoop dat hij bij mij ook zo mooi staat. Maar echt een hele mooie kleur. En dit zijn de Vital Seamless 2.0 Midi Zip-Up Jackets. Ook weer in een XS. En dit is in de kleur Plum Pink Marble. Ik kan het niet zo goed uitspreken. En daarbij dacht ik, ik kan een lange broek doen. Maar ik kan ook een shortje doen. Want zij had ook een shortje aan. Het zag er prachtig uit. Dus ik dacht, ik doe ook een shortje. Alleen, ik heb deze dus in een S besteld. En die is een beetje te groot. Dus ik heb een bestelling nageplaatst. En heb hem in een XS besteld. Maar goed, het is in principe gewoon dezelfde. Deze dus. En dat vond ik echt heel erg leuk voor met dat vestje. Maar die ga ik dus weer even terug doen in het zakje. Want die ga ik dus terugsturen. Dit is de voorraad. Ja, dit is een XS. Kijk, deze. Die ga ik dus wel houden. Want die vind ik gewoon heel erg leuk in combinatie met dat jasje. Dan heb ik nog een sportlegging. En weer een beetje een rode kleur. En ik dacht eerst misschien van, misschien is wel dezelfde kleur als het jasje. Maar net niet helemaal. Je zou het op zich wel samen kunnen dragen. En dat is deze beetje bordeaux rode kleur. Ik zei net ook van, ik koop niet zo snel bordeaux rode leggings. En nu heb ik er twee. Maar ik vond dit wel leuk. En deze heb ik ook in een XS. En deze kostte volgens mij ook echt bijna niks. Dus toen dacht ik, weet je, even weer wat leggingjes erbij. Ik heb er nu 4 erbij. En dan als laatst heb ik van Gymshark nog een setje met zo'n vestje. En dat is in deze groene kleur. Die Noortje had deze ook aan. Toen dacht ik ook, ja, dit is gewoon geweldig. En dat is deze kleur. Hij heet Deep Teal Marble. In een XS dus ook weer. Alleen jasje hier is dus nog niet ervan binnen. Ik heb wel besteld, die is nog niet binnen. Maar dat is gewoon precies hetzelfde jasje als deze. Ook in een XS en dan met dit kleurtje. Dus nou, ik kom helemaal lekker voorlopig de sportschool door. Moet ik wel nog even iets vaker gaan, maar goed. Oh, en ik heb trouwens nog 2 sportdingetjes besteld. Bij Fox Activewear. En dat zijn deze sport-BH's. Allereerst deze witte. Heel erg mooi in een S'je. En dit was nu ook in de sale. Volgens mij heb ik nu, was het €20 per sport-BH volgens mij. En ik had dus echt, zoals ik zei, nieuwe sport-BH's nodig. En die heb ik ook in deze bruine kleur. Vond ik ook echt een heel erg mooi kleurtje. Dus ik heb weer eventjes genoeg sportkleding voor de rest van het jaar, denk ik. Ik wilde net de vlog gaan afsluiten, maar toen zag ik dat mijn camera niet aan zijn. Dus ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar ik wilde zeggen dat ik bij deze de video wil afsluiten. En dat ik echt super blij ben met alles wat ik bij Black Friday heb gekocht. Het is natuurlijk weer veel te gek, veel te veel. Maar heel veel had gewoon echt goede kortingen oprecht. Dus ja, ik ben er weer ingetrapt. Maar dat maakt niet uit. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het is natuurlijk vandaag zaterdag, dus eigenlijk een hele andere vlog. Maar ik wil dit graag nog eventjes in deze vlog erbij doen. Maar jullie zien me morgen weer in de volgende vlog. Doei!